De akkers van boerderij Groot Sandbrink waren het toneel van ploegen met paarden. Deelnemers uit het hele land waren naar de Postweg gekomen om aan de wedstrijd deel te nemen. Maar ook uit Hooglanderveen en Achterveld waren er enkele aanspanningen. De hele dag was er dan ook van alles en nog wat te zien. Het is een activiteit van de Stichting Behoud Oude Werktuigen. Dat is ook de reden die zij dus vestigt op Groot Sandbrink. En dat is ook de reden dat dat ploegen hier naartoe gehaald is. Maar oorspronkelijk komt het van de menclub, de Willeruiters in Scherpenzeel. Die als menners op een gegeven moment zei, zouden die paarden naast een dressuur en een vaardigheidsproef ook kunnen ploegen. En hebben we in Woudenbergse Dreven al, ik denk, 12 jaar geploegd. In het verleden, toen we uit die menclub werkten, waren dat de leden van de menclub. Dus die kwamen allemaal hier uit de buurt. En dat gaf op een gegeven moment toch in die zin problemen dat het er steeds minder waren. Want het werken, het ploegen met paarden is een veel ingewikkelder en moeilijker klusje als door de buitenstaander wordt van afgekeken. De fout die ook menners maakten was er even een weekje oefenen van tevoren met de paarden. En dan gaat dat feilloos lukken. En dan was dat één groot drama op die wedstrijd zelf. Dus die zeiden, dat is eens, maar nooit weer. Dus die haken af. En de nieuwe zijn spaarzaam te zoeken. En dit jaar ploegen we met 12 deelnemers vanuit het hele land. En dat is eigenlijk jammer. Want ik moet je zeggen, het zwaartepunt heeft zich wat verlegd naar die gerenommeerde mensen van ver. En onze eigen plaatselijke ploegers, zoals daar zijn Bert Bokkers, Fred Vis met zijn Willem Middelaar. Dat worden de fenomenen waar ik erg naar kijk. Ja, ik denk zelf wel eens van, ja, is daar nog wel belangstelling voor? Ik merk geleidelijk aan dat het nu weer meer is dan een aantal jaren geleden. Dus het neemt vanzelf weer toe. En ja, je moet alleen het materiaal hebben. De vallen waar men instapt. Men denkt, ik doe dat wel even. En een paard is tegenwoordig heel erg geschikt voor allerlei wedstrijdelementen. Maar niet om rustig door die voor te stappen. Je ziet hier de Gelderse paarden waar ook Bokkers mee rijdt en zo. Dat zijn over het algemeen toch beesten die heel erg vooruit willen. Die hebben haast en dat gaat snel. En dit moet je eigenlijk bij ploegen niet hebben. Dan kun je veel beter die shires hebben die rustig en kalm door die voorstappen. En wat rustiger temperament. Het is ook zo dat we hier op de boerderij Sandbrink toch nu we deze akker tot onze beschikking krijgen. Het natuurlijk heel erg veel waard is als wij in staat zijn om dat met eigen materiaal deze akker te gaan bewerken. En om daar, ja, wil ik zeggen, de zaaiwerkzaamheden, de oogstwerkzaamheden te gaan verrichten met eigen materiaal. De machines hebben we in grote mate, alleen het trekmateriaal is nog spaarzaam aanwezig. Er worden in ieder geval 2 dagen nog in de Stichting BOW gepromoot. Dat is een zogenaamd houtdag. En dat betekent dat we dan alles wat met hout in deze streken gebeurt, te veel landgoederen. Dus hout is toch een bekend fenomeen in de Gelderse Vallei. Gaan we een dagje over maken, ook een houthoek. En die houthoek, daar wordt al gezien wat er allemaal met hout kan gebeuren. Vroeger deden de agrariërs dat al zelf op hun eigen erf. Maar voor zichzelf bezig maakten dat ook allemaal. Nou, die ambachten, die toen op die boerderij zo heel achterloos onderdeel van de boerderij uitmaakten. Dat blijven we weer in ere herstellen. Goed mee, Wim? Jawel, ja. Of was het een zware taak vandaag? Nou, het gaat niet vanzelf natuurlijk, hè. Nee, vanzelf gaat de zon op, maar nee, dit is wel, je moet attent wezen. En ze moeten ook nog een beetje aan elkaar wennen, die paarden. Ze zijn normaal gesproken niet bij elkaar, hè? Nee, heel weinig. We hebben wel een paar keer geoefend, maar dat is niet, dat is niet dat je zegt van ze doen het maar zo vanzelf. Zo gaat het niet. Deze ploeg was van mijn vader. Ja. En die heb ik weer helemaal in orde gemaakt. Want die zat helemaal vastgeroest. Met verloop olie. Een stuk dus. Dit is een familiestuk, ja. En met verloop olie alles weer draaibaar gemaakt. En dat is wel een leuke bezigheid. Als je ziet dat het oude spul weer opknapt, dat is dan wel leuk. De locatie van ploegen met paarden, boerderij Groot Sandbrink, is de laatste tijd opgeknapt. Het
Twee opnieuw geschilderde gevelschilden werden deze dag onthuld. Ziet dat hier veranderen. De gemeente en het college van de Boom die hebben het ons mogelijk gemaakt om toch die boerderij binnen afzienbare tijd te restaureren op een manier dat breed in de samenleving daarvan genoten kan worden. Hier op de boerderij van me, waar ik altijd voor geboren en geleefd en verzorgd heb. En mijn altijd verzorgd dat het voor ons eigen was. En ik zie het weer heil in het ding. Ja, ik vind het, leven in de brouwerij. Ik zie het weer leven in de boerderij. Ja, ja, ik vind het, ja, ik had hier wel schik van. Dat is nog een jongere. Wij hebben een hele prettige samenwerking met Wim. Ja, met Wim gedaan. Een goede ploeg.